We zijn hier in Vught op in Rozenoord en we zijn aan het prokkelen. En prokkelen is een landelijke organisatie opgericht door de onderling sterken. En Vught heeft een onderling sterk. Dat is een club van mensen met een verstandelijke beperking en daar ben ik coach van. En de prokkel houdt in een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder een beperking. En dat gaan we vanmiddag organiseren. Met de drumband van Harmonie, Kunst en Vriendschap uit Vught en de drumband Prins Maurits uit Kaatsheuvel. Daar zitten mensen met een beperking bij. Dan gaan we samen muziek maken. De leden van Onderling Sterk hebben allemaal hapjes gemaakt en die gaan we onder het optreden uitdelen. Wij hebben vanmiddag met de gehandicapte drumband Prins Maurits hebben wij een optreden verzorgd in het kader van Prokkel. En voor ons was het een normaal optreden, in feite. Alleen hier was het wel bijzonder tijdens dit evenement hier. De band is opgericht in volgens mij 1976, dus die bestaat al een aantal jaren. Er zijn er wat leden die al van het begin lid zijn. Het is een band van mensen die vanuit Kaatsheuvel allemaal thuiswonend zijn. Het is niet verbonden aan instellingen of zo, dus al van het tehuis. We zijn allemaal thuiswonende gehandicapten. En die zijn gezamenlijk begonnen om een stukje muziek te maken. En een aantal jaar geleden ben ik daar begonnen en daar zijn we toch wat leuke dingen gaan doen. Minimaal één keer per jaar hebben we een thema-avond of middag. En dat kan verschillende thema's zijn. Ik was eigenlijk uitgenodigd door mijn tante, Retty. En die gaf aan een kok nodig te hebben voor een groep verstandelijk beperkten. Om met hun samen wat leuke dingen te gaan maken. En dat hebben we gedaan. We hebben lekker wraps klaargemaakt en muffintjes versierd. En daarnaast hebben we de tafels lekker gedecoreerd met lekkere hapjes. En ze zijn geloof ik allemaal blij en gelukkig vertrokken aan het eind van deze dag. Ja. Heb je al vaker met mensen met een verstandelijke beperking gewerkt? Ik ga als vrijwilliger één keer in het jaar met Kamp is dat. Dat is een groep van 20 vrijwilligers. Die dan met een groep van tussen de 50 en de 60 deelnemers, verstandelijk beperkt eigenlijk allemaal, een weekje op kamp gaat. En dan regel je dus ook het hele verhaal een beetje. Ja, dat is echt fantastisch. Ik geloof niet dat je meer liefde kunt krijgen van mensen die een beperking hebben. Dan dat gebeurt met hen. Ja. Ja, hoe waren de reacties vanmiddag? Smakelijk en smekkelijk. Iedereen zat lekker te smekkelen en te smullen. Dus wat dat betreft denk ik dat iedereen het wel heel leuk vond. Ja. En deze dag is weer een onderdeel van een hele week, heb ik begrepen, van sprokkelactiviteiten door het hele land heen. Ik moet eerlijk zeggen, ik hoorde voor het eerst een paar weken geleden dat dat allemaal was. Dus ik moet ook af en toe leren wat er allemaal aan bijeenkomsten is waar mensen met en met ze zonder een beperking bij elkaar komen. En dat is vreemd, want in Vught, bij uitstek in Vught, hebben we veel te maken met mensen, omdat er heel veel mensen wonen met een of andere vorm van een beperking. Of dat nou is omdat ze niet goed kunnen horen, niet goed kunnen zien, of omdat er een geestelijke beperking, een verstandelijke beperking aan de orde is. Daar hebben we allemaal heel veel mee te maken in Vught. En we hebben ook gezegd, we moeten het ook goed met elkaar organiseren. Niet allemaal geïsoleerd, hier woont die en daar woont die en we hebben allemaal apart en los van elkaar. Nee, dit dorp moet voor iedereen zijn, iedereen moet zich daar thuis voelen en iedereen moet het samen kunnen doen.